Kaasmakerij Buurvrouw Durkje uit Vegelinsoord werd in oktober uitgeroepen tot Friese streekboer van het jaar. Achter de naam zit een familiebedrijf waar hard gewerkt wordt aan professionalisering. Mijn man en ik hebben twee koeien op ons trouwen gekregen. En nou, ik dacht op een gegeven moment, ja, die kan ik wel insemineren. Dat is leuk. En dan melk ik die. En ik dacht voor de koffie, lekker in de melk voor in de koffie. En maar mijn moeder zei, ik wil wel proberen om kaas te maken. Dus dat heb ik geprobeerd. Of mijn moeder heeft dat geprobeerd. En dat beviel ons eigenlijk zo goed. Dus na een jaar zijn we ook officieel via de COKZ-richtlijn een kaasmakerij begonnen. Ze is nu bezig een veestapel op te zetten met Fries Roodbont en Fries Zwartbont. Nou, we verwerken ongeveer 70.000 liter melk per jaar. En dat houdt in dat ongeveer 1/3 verzuiveld wordt in vloeibare zuivel. En de andere 2/3 wordt allemaal kaas van gemaakt. Hey jong. Inmiddels zijn ze gecertificeerd kaasmakerij en is de veestapel gegroeid naar 10 koeien met bijbehorend jongvee. We maken ook vloeibare zuivel. Daar is mijn man, ook een VOF-lid, André voornamelijk voor verantwoordelijk. En we maken yoghurt, halfvol yoghurt, karnemelk, boter, chocolademelk, volle melk, halfvolle melk. Dus eigenlijk gewoon het hele zuivelassortiment proberen we zo compleet mogelijk te houden.